namelijk maar. En u denkt natuurlijk, wie zijn dit? Nou, dat gaan we nu weten, want ze gaan zich voorstellen. Ga je gang maar, jongens. Ik ben Tim Cornelissen. Hallo, wat is dit nou? Niet door elkaar. Dan gaan we elkaar aan kijken. Ik ben Juri Cornelissen, ja. Ben 24 jaar en ik speel bij RKC Waalwijk. Nou, dan kom jij. En ik ben Tim Cornelissen, ik ben 21 jaar en ik speel ook bij RKC Waalwijk. Verliefd, verloofd, getrouwd. Verliefd, Harry. Verliefd? Ja. En? Verliefd. Ook verliefd. Alle twee verliefd. Dat vind ik wel leuk, jongens. Ik ben verliefd op Corinda. Corinda? Ja. Juri? Carolien. Op Carolien? En wat voor meiden zijn het? Het zijn schatten van meiden. Het zijn schatten van meiden ook nog eens. En je kunt hem met z'n lachen ook. Nou, is dat even leuk. Ja, mijn vriendin is heel mooi. Ze is intelligent. Mooi, intelligent. Spontaan. Spontaan. En prachtige ogen. Zij is het gewoon. Ze is spontaan. En, spontaan? Ze zorgt goed voor me. Ze zorgt goed voor je. Ja. Wat is het te lachen, Tim? Ja, net of je in een verzorgingshuis zit. Maar de grote vraag is natuurlijk, is jouw vriendin leuker dan de zijne? Ja, helaas wel. Oh, dat is zo! Ja. Nee. Jori! Dat kan niet, hè? Ja. Jongens, waar zijn we hier? Nou, hier zijn we... Hallo, daar gaan we weer. Niet door elkaar heen zitten kwebbelen. Dus de vraag luidt, waar zijn we hier? Bij het huis van onze ouders. Juist. En die wonen hier? Ja. Ja. Hoe heet jullie vader? Jos. Jos! Oh, en je moeder? Ellie. Ja, en dat is dit, Ellie! Ja. Ellie, hoe is het erbij? Ja! Lekker, kijk eens aan, hè? Hele leuke moeder, jongens. Carolien. Dit is de vriendin van Juri. Oh, nou, die ziet er wel leuk uit, zeg. Dat vind ik wel. Goeie vriendin. Dat is Corinna. En vriendin van Tim. Ja. Luister, we hadden net een enorme discussie over jullie. Wie heeft de leukste vriendin? Ja. Dat was de vraag. Jelle? Nou, ik vind jou hartstikke leuk en ik vind deze ook hartstikke leuk. Ja! Wie denkt u? Wie heeft hier de leukste vriendin? Het is aan u. Ah, dit is dit jullie vader zeker? Ja, Jos. Dit is Jos. Ja, ik was even vergeten door alle vrouwen. Ja. Your lips and mine, two sips of wine, memories are made of this. Mevrouw, wat gaan we eten? Nou, lekker brutje, Harry. Brutje? Ja. Mevrouw, erg als ik het laat staan. Sure, Harry, gewoon door eten. Je eet maar wat op ons schaf. Carefully through the days. See how the flavors. Ik vond het niet geweldig, jongens, hoor, dat brutje. Spijt me verzekerlijk. Ja, die moet ik wel geweldig koken. Ja, dat zal wel zijn, maar ik vond het niet lekker. Jongens, hier zijn jullie geboren. Ja, ja. En waar was jullie slaapkamer dan? Dat, het rechtse raam. Hebben jullie nog ineens een pannen, jongens? Ja. Ha, jullie weten waar het om gaat, hè? De cirkel moet rond. Ga maar weer. Niet door elkaar heen. De cirkel moet rond. Juist, ik ga erboven. Baby, that's all that I am to you. Jongens, dit wordt een unieke cirkel, want jullie moeten die ballen synchroon, hup, dit raam in schieten, oké? Okay? Oké. Okay. Dan ging erin. En eruit. Ah! Ja, kut. Als hij hem naar binnen schiet, schiet jij hem ook naar binnen. Oké? Okay. Ogenblikje jongens. Ik vraag synchroon. Schiet hem er nou al vijf keer in. Weet je wat dit betekent? Synchroon. Ja, tegelijkertijd. Tegelijk, alsjeblieft. Twee ballen. Tegelijk dat raam in. Niet één. Het heeft geen zin dat één van jullie hem naar binnen schiet. Samen. Ja! Jongens, ik ben trots op jullie. De cirkel is rond.